Onderwerp blijft de gemoederen bezighouden. Daarom nog een keer, waarom hoor je eigenlijk altijd één bv is geen bv? Nou, dit heeft alles te maken met de zogenaamde holding werkmaatschappijstructuur. In de holding, de bovenliggende BV, ben je vaak zelf als directeur-groot aandeelhouder, DGA en dienst. Daarna zitten daarin alle panden, machines, octrooien en overtollige liquide middelen. De holding stuurt vervolgens de factuur aan de werkmaatschappij voor de holdingactiviteiten, de management fee. Dit zijn dus de kosten bij de werkmaatschappij en opbrengsten voor de holding. In de onderliggende werkmaatschappij vinden de daadwerkelijke activiteiten plaats, dus de dienstverlening of de handel die je drijft en hiermee treedt de bv daadwerkelijk naar buiten. Waarom wordt dit zo gedaan? Met name vanwege risicospreiding en het veiligstellen van vermogen in de holding. En vaak zie je ook nog dat er boven die holding nog een personal holding zit van de directeur groothandelhouder zelf. Overweeg je zelf nu een overstap van een eenmanszaak naar BV en wil je weten vanaf wanneer het fiscaal aantrekkelijk is om dus die BV te hebben ten opzichte van een eenmanszaak? Daar heb ik de template voor eenmanszaak of BV en die kun je downloaden via thehappyfinancial.com slash templates.